ik kan nog wel even een update doen. We hebben sushi. En dit komt dus volgende week in een week van. Oh, ik kan niet wachten. Oké, er zijn meerdere dingen wat er allemaal gaat gebeuren. Het is namelijk deze blauwe. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is echt ziek koud. Echt niet te doen. Het is 9 graden nu. De ramen zijn helemaal nat. Ik moet werken tot 15:30, dus ik ben 4 uur thuis. En dan wil ik nog mijn kamers opruimen, maar dat zien jullie dan wel. Oké, er zijn meerdere dingen wat er allemaal gaat gebeuren. Eén geheim projectje deze week. Die komt in de volgende weekvlog, dus daar ga ik druk mee zijn. En daar heb ik heel veel zin in. En iets anders, maar dat komt denk ik nog. Ja, lekker vraagverhaal. Ik ga naar werk toe. En het is dus zo koud dat ik mijn sjaal, nieuwe sjaal van Joins om heb. Want het is echt super koud. Dus ik doe lekker de verwarming aan. En dan ga ik onderweg. Zo, en ik ben alweer vrij. Maar ik ga nu naar huis toe. Maar oh, ik was echt, ik voelde me zo niet lekker. Niet corona-achtige klachten of zo hoor. Maar ik was zo misselijk en zo. Dus ik dacht eigenlijk, ik haal deze dag niet op werk, maar ik heb het wel gehaald. Ik ga nu naar huis en Sander die is bij mij thuis. Dat vind ik wel heel gezellig, want hij is bij mij thuis voor school bezig geweest. Ik ben helemaal verwilderd, maar goed. Waar ik het dus vanochtend over had, ik had het over twee dingen wat ik nog niet ga vertellen, maar één ding wil ik wel vertellen. Nou, het ene ding komt dus volgende week in de weekvlog, maar het andere ding ga ik denk ik deze week al bekendmaken, zeg maar, op werk. Maar ik ga denk ik ontslag nemen. Niet omdat ik het niet leuk vind ofzo. Of dat ik, ja, gewoon niet dat ik het niet leuk vind. Want ik vind het gewoon heel erg leuk. Collega's zijn heel leuk. Ik heb er ook echt veel geleerd. Ik zie het gewoon als een paar maanden stage die ik heb gelopen alvast voor mijn studie. Maar ja, uiteindelijk ben ik niet voor niks gestopt met mijn studie voor een jaartje. Ik doe dus creative business en ik zou nu naar het derde jaar gaan, HBO. Maar ik heb dus ik wou eerst een half jaar, uiteindelijk is het een jaar tussenjaar geworden. Omdat het dus niet zo goed met mij ging. En ik kon gewoon niet naar school. Ik kon gewoon niet. Qua burn-out en paniek en dat soort dingen. Toen op een gegeven moment ging het wel goed. Toen had ik echt een hele lange tijd voor mijn gevoel rust genomen. En dacht ik, ik kan nu wel werken, want anders doe ik niks. Dus nu ben ik alweer volgens mij 3 of 4 maanden aan het werk. Bijna 20 uur in de week. Prima voor mij. En daarnaast natuurlijk YouTube en zo. Maar de laatste tijd gaat het weer wat minder. En heb ik echt heel veel last ook van hoofdpijn en ja, van die klachten. En dan denk ik ook van, is dit nou een seintje weer dat ik te veel doe? Soms weet ik gewoon niet meer wat het allemaal betekent ook. En ik wil er ook niks achter zoeken en zo. Maar goed, wat het erop neerkomt is dat school, in februari ga ik weer beginnen met school, waar ik ben gebleven. En daar heb ik heel veel zin in en dat wil ik ook absoluut doen. Want het was ook niet dat ik school niet leuk vond, mijn studie. Want ik had eigenlijk alleen maar hele goede cijfers. Echt boven de 7, een 8, 9 en 10. Dus ik was er ook heel blij mee en trots op. Maar goed, straks mag dat wel een tandje minder natuurlijk. Een beetje te perfectionistisch. Maar wat ik wil zeggen is dat als school weer begint in februari, dan wil ik daar ook gewoon alles voor doen. En gewoon dat het ook kan en lukt. En nu heb ik gewoon weer hoofd. Maar elke keer als ik thuis kom van werk ben ik echt kapot. Ja, en dat, ik wil niet dat dat dan ten koste gaat van nog een jaar school of zo. Ik wil gewoon als ik school straks weer ga beginnen, dat het kan en dat het lukt. Zonder dat ik dat jaartje heb verpest met werken en uiteindelijk niks ben opgeschoten qua voor mezelf zorgen, zeg maar. Dus ik heb besloten om te stoppen. En dat vind ik heel jammer, want het liefst ga ik gewoon door. En ja, ik vind werk ook heel leuk. Op de functie wat ik deed hier, maar helaas mocht dat niet baten. Ik wil nu, dan kan ik je waarschijnlijk in november eruit. Want dan moet je een maandje doorwerken voor contracten zo. Heel gedoe. En dan heb ik nog november, december, januari, februari. Dan heb ik nog 4 maanden om gewoon voor mezelf, voor YouTube bezig te gaan. En dat dan als mijn werk, zeg maar, te beschouwen. Want dat, ja, is ook gewoon werk. Dus dat, maar ik ga dat dus nog zeggen in gesprek met mijn baas. Dat weet ze nog niet. Maar vandaag was sowieso geen goede timing. En misschien dat ik het morgenochtend doe. En anders doe ik het vrijdag. Dus sowieso deze week. En als deze week vlog online komt, is dat dus al gebeurd. En nu ga ik je snel weg doen. Ik ga nog een pakketje op de post doen. Hier. En dan rijd ik door naar huis. En dan gaan we straks lekker eten en zo. Dat was even een heel verhaal vanuit de auto deze dag. Goh. Ik ook. Nou. Ik heb al pakketjes binnengekregen. Of eigenlijk één. Dus ik dacht, die laat ik even zien. Oh, plaha. Dit is de vlogcamera. Ik heb het al uit de verpakking gehaald, deze. Dus ja, maar het is hier echt een banner. Dus ik ga het hier zo even opruimen en lekker in bad nog. Maar goed, ik heb van Musthavesdistrict echt een heel erg leuk pakketje gekregen. En die ga ik even laten zien. Echt heel erg leuk. Ik wou nog zwarte sneakers. Maar dit... Ik wil nog echt de hoofdzwarte sneakers. Hoe zeg je dat? Dat zijn smerig. Ja, ik heb ze al gedragen. Oh. Ja, ik had ze met mijn verjaardag, of met mijn zus verjaardag even aan. Het zijn namelijk deze. Superleuk pantenprintje met zwart. Het is echt van dat vloerse stofje. Velvet en dan witte onderkant. Maar ik wil nog eentje helemaal zwart en dan van Adidas of Nike of zo. Voor de winter, maar dat zie ik dan wel. Maar dan heb ik in ieder geval alvast een paar erbij. Dus deze heb ik gekregen en die heb ik gewoon in de maatje 39. Dan heb ik nog echt twee hele leuke blouses gekregen. Namelijk deze. Heel erg leuk. Dit is ook weer van dat lekkere zachte stof. Die heb ik nog van ze gekregen. Echt super leuk. En ze hebben sowieso best wel veel leuke nieuwe najaars. Collectie. En die heb ik in een maatje S. Dit is dus het merkje. En dan heb ik nog dit blouseje. En die vind ik ook heel erg leuk. Het is namelijk deze blauwige. Super zacht ook weer. En hij heeft een beetje met beige en wit. Ja, je kan wel zien hoe zacht het is. Het is echt niet normaal zacht. Maar deze is leuk om open te dragen. Dus dit blouseje heb ik nog van ze gekregen. In een maatje SM. Als laatst echt super schattig. In een verpakking. Deze armband. Wacht, hij zit gedraaid. Ja, het is deze armband. Maar dit is de achterkant. Dit is zeg maar de voorkant met dat rondje. Dat vind ik echt heel erg mooi. Dat zie je nu heel erg veel, deze. Dus dat heb ik van Musthavesdistrict gekregen. Ik zal anders de items even in de beschrijving linken. En dan gaan we nu even lekker mijn kamer een beetje opruimen en douchen. Het is alweer dinsdag. Goedemiddag alweer. Ik heb echt toevallig net een pakketje weer binnengekregen. En gelukkig vanaf morgen hebben we er weer wat boeiende beelden. Want ik heb nu alleen maar 2 dagen gewerkt. Dus daar kan ik niet filmen, want ik werk op kantoor. Wacht hier. Dit is beter. Nou, ik zie er ook niet uit. Mijn haar was vet, dus ik heb het even in een knotje gedaan. Ik heb trouwens een nieuwe blouse aan. Super leuk. Van Musthavesdistrict. En dus het armbandje. Die ik echt prachtig vind. Ik zal even in de beschrijving linken. Maar ik heb dus een nieuw pakketje binnen van Chiquelle. Die ga ik nu even openmaken. Alle linkjes zal ik in de beschrijving zetten. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die ga ik nu even opzoeken. Nou, afgelopen 2 dagen heb ik dus nu gewerkt. Dus nou ja, niet zulke boeiende beelden. Maar morgen ga ik echt heel erg leuk mijn laatste touch-up behandeling doen voor mijn wenkbrauwen. Ik heb dus POWDERBROWS en daarvoor moet je 2 behandelingen. Ik heb de eerste al gehad. En morgen heb ik de tweede. Dus dat ga ik natuurlijk allemaal vloggen. Maar oké, met de code FloorDelver, ik zou het hier even in beeld zetten. 20 krijg je 20% korting op Chiquelle producten. We gaan het even openmaken. Ik begin al met een heel leuk item. Even kijken hoor. Ik ga namelijk in februari dus weer verder met waar ik gebleven was met mijn studie. Nou ja, en dan heb je gewoon alles online. Dus ik heb nog wel wat lekkere broekjes nodig. Dus ik heb dit broekje, korte broekje. En ja, die is gewoon heel erg chill. Hij ziet er wel heel erg groot uit. Om in het kader van korte broekjes te blijven heb ik ook deze kleur. Echt super mooi. Heel mooi oud rozig. Iets donkerder nog. Dus ook dit broekje komt altijd van pas. Die heb ik ook in de maatje S. Die ga ik vanavond gewoon gelijk aandoen. Heel erg chill. Dan heb ik nog een mega leuk cardigan vestje. Ik heb er namelijk al één in het beige. En nu heb ik er ook één in het wit. Dat is namelijk deze. En die voor Chiquelle is sowieso allemaal heel chill. Super lekker zacht stofje. Mooie knoopjes. Die in het wit. En die heb ik in een maatje. Volgens mij is dit one size. Want er staat geen maat op. Ja. One size. Wat is dit ook alweer? Oh, wow. Ik had deze een beetje anders verwacht ofzo. Dit is wel echt super mooi gebreid. Dit is ook een beetje een off-white topje. Het is eigenlijk precies hetzelfde kleurtje als dat vestje. Maar kijk nou hoe mooi deze details zijn. Maar dit is dus echt dat wollen. Dit is echt, het schijnt door, weet je wel, die gaatjes. Dus daar moet je wel iets onder doen. Maar volgens mij is het ook best wel groot. Maar hij is wel echt super schattig. Nou, dus dit topje nog. En dat is ook leuk met een vestje of zo erover. Of een jasje. Deze heb ik ook in one size. Ik moet zeggen, hij ziet er wel heel erg groot uit. Dus nou ja, we gaan het zien. Dus dat heb ik gekregen van Chiquelle. Check dus even de beschrijving. Want daarin heb ik de kortingscode staan en de linkjes. Voor nu. Wat wou ik doen? Oh ja. Ik ga nog even iets doen wat in de volgende week vlog komt. Dat ga ik nu doen. En ik ga nog even, want ik kan hier niet staan. Ik kan het wel even laten zien. Ik zit hier tussen mijn bureau. Want het bed ligt hier nog heel groot. Echt, dit is echt zo'n groot bed als dit ding uit is. Want Sander heeft hier dus geslapen. En hij heeft mij ook naar het station gebracht. Toen ging hij met de bus naar huis. En toen ging ik werken. Want eigenlijk moest ik hem gisteravond naar huis brengen. Maar daar hadden we geen zin in. En toen hebben we trouwens ook nog... Oh, dat heb ik helemaal niet laten zien. Ook nog even... We waren heel gezond bezig. Ik ben sowieso de laatste tijd echt best wel gezond bezig. Niet per se dat ik denk ik moet gezond eten. Maar ik doe het gewoon. Ik weet niet waarom, maar ik doe het gewoon. Maar toen hadden we dus even wat een kindermenu besteld. En daar zat appelmoes in. En patat en kipnuggetjes. 4. Echt super lekker. En dat hebben we lekker gegeten. En toen gingen we roadtrip eens kijken. En nog film. Dus dat was gezellig. En toen bleef hij lekker slapen. Schoenen uit. En dan ga ik bezig met wat in mijn volgende week vlog komt. En dan ga ik vanavond ook sporten. Oké, dan is het nu tijd om mijn kamer op te ruimen. Heel mijn kamer opgeruimd, schoongemaakt. Echt. Ik ben nu ook wel eigenlijk kapot, maar goed. Straks als ik terug ben van sport ga ik gewoon even lekker chillen. Want I need it. Ik draag trouwens dit sporthemdje van 212. Sport BH is van de HEMA. En deze sportlegging is van Prozis. Ik ben kapot. Yummy. De zalm gebakken in sojasaus. Ik ga nu even de beelden van deze vlogcamera overzetten op de computer. En dan ga ik lekker in bad. En daar heb ik heel veel zin in. Ik wil trouwens 2 dingen laten zien. Eerst deze. Dit is een mini apple cinnamon kaarsje van Action. Hij is zo lekker. Ik ga trouwens nog een Fall Decorate en Shop With Me en al dat soort dingen filmen. Want ik vind dat altijd echt heel erg leuk. En ik had laatst dus al die gehaald. En een kaars van, ook van Action, en apple caramel. En die leek heel erg op die... Wow, ik kom even niet op de naam. Zo, ik kom even niet op de naam. Die Amerikaanse. Maar, oh, zo lekker. Maar, wat ik wil zeggen... Ik heb namelijk, heel erg leuk, ik was vorige week bij mijn oma. En toen gingen we nog even de stad in. Of nou ja, eigenlijk zou ik naar de Kruidvat. En toen zag ik dit. En er was namelijk 1+1 op L'Oreal. En volgens mij is dat nog steeds. Toen heb ik deze power masker gekocht. En dat is echt een vet grote pot. Echt niet normaal. Een haarmasker. Het ruikt dus echt super lekker. Maar hij is echt vet groot. En deze was €15 zo uit mijn hoofd. En toen heb ik mijn favoriete dagcreme die op is... Nou ja, gratis erbij gekregen. Dus dat is super chill. Dus die heb ik gehad. En die ga ik dus zo gelijk in mijn haar doen. Want ik ga dus lekker mijn haar wassen en zo. En ik heb trouwens ook echt vet cute een Valentino tasje van oma gekregen. En een L'Oreal. Was het ook L'Oreal? Bij Kruidvat waren namelijk ook allemaal acties. Heb ik ook nog een foundation gekregen. Want oma die wou weer 1. En het was 1+1. Nou, toen kreeg ik dus de ander. Super lief. Maar goed, die ga ik zo lekker... gebruiken. En deze body butter ga ik ook gebruiken daarna. Trouwens niet gesponsord of zo. Ik heb het zelf gekocht allemaal. Maar deze is zo lekker. Die heb ik van Beauty Salon Unicorn. Oh, heerlijk geur. Maar goed, dat zet ik alvast klaar. En dan ga ik nu lekker in bad. Het is zo chill als je kamer gewoon lekker schoon is en opgeruimd. Ik heb net in bad gezeten. Echt heerlijk, een uur lang of zo. Ik ga nu zoveel olie in mijn haar doen, maar het voelt echt al lekker zacht. Maar ik wilde even snel het broekje laten zien van Chiquelle. Hij is dus wel wat aan de grote kant, maar ik vind het zelf ook wel weer heel erg fijn. Ik weet niet of je het een beetje kan zien, want het is best wel donker al buiten. Maar goed, dit is het broekje en de rest ga ik ook nog wel een keer passen. Ik doe nog even mijn Kishu haarolie in. Die heb ik gekregen van mijn zus en mijn... Nee, volgens mij alleen van mijn zus. voor mijn verjaardag. Echt heel erg fijn. Dit licht is weer vet blauw, maar dit komt dus door die lampen bij mijn make-up tafel. Maar wat ik dus ook nog altijd gebruik, maar dat heb ik in mijn vorige week vlog al gezegd, is de oliën van Natuk. En deze doe ik ook heel vaak in mijn haar. Vaak doe ik of die of die. Dus ik vind de Kishu geur ervan echt veel lekkerder, dat wel. Maar deze maakt het wel iets zachter. Maar goed, ik ga nu nog even lekker deze olie op mijn gezicht smeren en de rozenwater. En dan ben ik klaar om naar bedje te gaan. Heerlijk. Oh ja, en wat ik dus ook nog ga doen is, ik zou in elke vlog even de producten die ik gebruik proberen te linken. Dus die staat allemaal in de beschrijving. Ik ga het proberen. Goedemorgen, het is vandaag... Welke dag is het? Woensdag. En ik zie er heel raar uit, vind ik. Ik heb trouwens mijn haar niet kunnen doen, want ik heb bij Sander geslapen, want het was dichterbij naar de snelweg. En ik heb met nat haar geslapen, dus dat is niet heel tactisch. Maar ik ga dus nu mijn wenkbrauwen laten doen. Ik heb dus POWDERBROWS en daarvoor heb je twee behandelingen. Gewoon de hoofdbehandeling, zeg maar, en een nabehandeling. En ik heb dus nu, hoe lang is het geleden? Ik denk 2 maanden geleden of zo die hoofdbehandeling gehad en nu de nabehandeling. Ik heb dus make-up op, maar geen wenkbrauwen. En dit is dus hoe het nu is. Ja, ik ben hier al best wel blij mee. Want als ik geen make-up op had, normaal gesproken, leek ik echt ziek. En had ik echt niks qua wenkbrauwen. En nu wel, zeg maar, vorm. Maar vandaag wordt het dus nog weer gezet. En dan wordt het nog wat donkerder en zo. En dan kan ik als het goed is gewoon zonder mijn wenkbrauwen te hoeven doen uit de deur straks. Dus daar ga ik nu naartoe. Het is ook vet vroeg. Dus ja, ik moet namelijk naar Winterswijk. En dat is best wel lang rijden. Dus ik ga daar nu naartoe. En dan ga ik jullie meenemen. Ik doe het trouwens bij Mooi Zijn. Daar heb ik het de vorige keer ook laten doen. En ik heb deze behandeling aangeboden gekregen. En ja, het bevalt me tot nu toe heel erg goed. Ik draag trouwens deze trui van de Kostes en een Zara broek. Of niet van Zara, van Naked. Ik weet het niet meer. Maar ik ga er nu vandoor. En dan is het weer precies hetzelfde proces, toch? Ja, klopt. En over hoeveel dagen is dan, zeg maar, het klaar? Het duurt totdat het helemaal... Ja, tot het weer... Ja, over 7 dagen mag je weer gewoon alles doen. Ja, top. Nou, dank u. Ja. Nou, ik ben klaar. Bah, zo zit ik weer in de auto. Vanaf nu geen autovlogs meer. Maar ik ga nu naar huis. Ik ben klaar en ik ben er echt mega blij mee. Dit is dus de laatste keer dat ik bij haar ben geweest. Het is dus bij Mooi Zijn. En de hele behandeling is €295, inclusief nabehandeling. Je krijgt nog zonnebrand mee. Dat is SPF 75. En zo'n nazorgtubetje. Maar dat heb ik al thuis. En daarvoor krijg je dus de hoofdbehandeling en nog de nabehandeling. Dus ik ben er mega blij mee. Dit gaat wel weer vervellen en zo. Maar ik zal even hier in beeld doen hoe het proces gaat daarvan. Dus super. Ik ga nu even langs de Welkoop. En dan ga ik richting huis. Oh ja, het heeft maar 1 uur geduurd. Het is 11 uur en ik zat er om 10 uur. Dus dat is echt super snel. De eerste keer duurde 3,5 uur of zo. 4 uur, geen idee meer. Maar echt best wel lang en nu maar 1 uur. Dus ja, dat is echt top. Ik ben er wel echt super blij mee. En dit komt dus volgende week in een weekvlog. Oh, ik kan niet wachten. Ik heb er zoveel zin in. Zo, ik ben thuis. En er is een pakketje binnengekomen. Dus die gaan we even openmaken. Ik heb trouwens echt... Het is echt heel erg, maar... Ik zat de heenweg en de terugweg toen ik erheen ging kerstmuziek te luisteren. Ik ben echt vreselijk. Nou, ik vind het eigenlijk helemaal geweldig. Maar als de zomer altijd is geweest en ik ben op vakantie geweest en het is, zeg maar, september, dan gaat die knop bij mij om en dan ben ik echt een herfst- en winterpersoon. Ik ben dat sowieso altijd al geweest. En dan doe ik alle kaarsjes aan, ga ik het helemaal gezellig maken. En dan doe ik kerstmuziek op en dan is het gewoon helemaal top. Dus ik heb nu zoveel ideeën. Het is echt bizar. Ik zat een uur te rijden en op een gegeven moment moest ik gewoon echt mezelf erbij houden. Want ik zat helemaal weg te dwarrelen met mijn gedachten. Maar ik heb dus 2 hele leuke ideeën voor YouTube. En in november en in december wil ik dat doen. In december wil ik namelijk thema koppelen aan mijn YouTube kanaal. En dan is alles in dat thema. Nou, ik kan vast wel raden wat. Maar dat is nog een geheimpje. En in november ook hetzelfde. Voor een bepaald thema. Misschien al wel oktober. Maar ik denk november. Want dan ben ik klaar met werk. Dus dan kan ik me volledig focussen daarop. Op dus YouTube. En oh, ik heb al zoveel leuke ideeën. En video ideeën en alles. Dus ik ga er straks meteen mee aan de slag. Ik ga het helemaal uitwerken. En ik heb er helemaal zin in. Goed, we gaan even verder met het pakketje. Wat is dit? Oh, superleuk. Ja, ik heb af en toe een samenwerking met By Shir. Kijk hoe mooi trouwens deze sieraden. En ik hou van die sieraden. Het is namelijk echt super goed kwaliteit. En ik heb daar toevallig nu niet. Ik heb echt geen één sieraad bijna om. Maar ik doe die elke dag af en weer om, zeg maar. Maar ik heb ook altijd 3 van die gouden armbanden. Wacht, ik kan wel laten zien. Ik heb hem ook in het grijs en lila. Maar die gouden draag ik dus echt elke dag. Deze, en die hebben dus zo'n initiaal eraan. Maar goed, die zijn dus ook van By Shir. En dat is ook zo'n lekker rek ding. En daar douche ik en zo ook mee. Dus ja, ze verkleuren niet. Dus dat is heel fijn. Maar ik heb wat gekregen en ik ben heel erg benieuwd wat het is. Oh, yes, hier ben ik heel blij mee. Ik mocht dus mijn favorieten opsturen. En ze hebben er 2 opgestuurd. En ook echt de allerleukste. Ik heb trouwens ook een kortingscode voor jullie. Waar is mijn mobiel? Even kijken. Ze hebben het echt snel trouwens opgestuurd. Want gisteren hebben ze het gevraagd. En vandaag heb ik het dus al binnen. Met de code FLOOR15 krijg je 15% korting op je sieraden. En ze hebben dus echt goede, kwalitatief goede, zeg maar, sieraden. Vind ik. Het verkleurt echt niet bij mij. Ik zal anders de linkjes even in de beschrijving zetten. Hoe mooi is dit? Super schattig. Dit is gewoon zo'n hoep. En dan iets breder. Ja, ik vind het echt amazing. Dus deze gouden oorbelletjes. En dan heb ik nog, volgens mij is dit een armband of een ketting. Yes, en daar ben ik echt oprecht ziek blij mee. Ik vind deze zo mooi. Kijk nou, dit arm of kettingje. Dit heb ik gekregen van By Shir en daar ben ik heel erg blij mee. Dus check even de kortingscode en ik zal de linkjes in de beschrijving zetten. En dan ga ik nu mijn ideeën uitwerken en lekker knus op mijn kamer zitten. Oké, ik heb ze nu om. Of deze. Kijk hoe mooi. Deze heb ik van Anna-Louisa. En deze heb ik dus van By Shir. En ik heb de oorbel in. Echt super mooi. Ik zou wel een andere combinatie doen. Maar ja, heel pretty. Goedemorgen. Het is... Wat dag is het? Donderdag. En er is een pakketje binnengekomen. Dus ik dacht, laat ik even zien. Ik heb vanochtend een massage gehad om mijn nek, rug en schouders lekker uit te masseren, zeg maar, de spieren. Want dat was wel even nodig. Dat was dus wel heel fijn. Dus ik heb even mijn kettingen af moeten doen. Dus die doe ik straks om. Oh, en ik heb een brandwond. Zodat je niet denkt, wat is dat? Ik heb me gebrand aan het tosti-ijzer. Top. Maar ik heb heel erg leuk een pakketje binnengekregen van Bioré. Want die vroeg of ik af en toe eens wat wilde krijgen. En ik hou van Bioré, dus dat wil ik wel. Vorig jaar heb ik die roze kwarts gekregen en daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. En nu heb ik dus de blauwe lijn en daar heb ik ook al wat van. Als eerste deze blauwe agave kleinmasker. En daar zitten er dan 4 in. Ik heb deze, even kijken, herstellende pori cleanser. Deze heb ik dus ook gehad. Volgens mij heb ik van deze, vond ik deze te heftig voor mijn huid. Kreeg ik hier hele rode vlekken van. Dus dan moet ik even testen. En anders geef ik hem aan mijn zus. Ja, ik heb best wel gevoelige huid. Dus dan is zo'n heftige scrub best wel heftig, zeg maar. Maar dat weet ik dus niet zeker meer. En deze lijkt me echt heel erg chill. Dit is de micellair reinigingswater. Ik heb nu altijd die van Garnier. Deze. Die heb ik ook flink ingeslagen toen. Dus als die op is, dan ga ik deze gebruiken. Dus dat had ik gekregen. Nou, ik heb hem nu opgemaakt en ik heb dus vanochtend lekker massage gehad. En ik ga me nu even mijn haar doen, want dat zit nog even naar achter. En mijn sieraden omdoen en omkleden, want ik heb nu gewoon een t-shirt aan en de joggingboek van Chiquelle. Maar er zitten allemaal vlekken en zo in, dus ja, dat ga ik even doen. En vanmiddag ga ik naar Julia, echt heel erg veel zin in. En dan gaan we gewoon lekker chillen bij haar. Dus dat is eigenlijk de planning, niet heel boeiend. Ik ben vandaag lekker vrij en morgen moet ik dus werken. Even kijken. Morgen moet ik dus werken en dan ga ik dus ontslag nemen. Dus ik denk dat ik vandaag al een voor-appje doe van goh, kunnen we morgen in gesprek blijven? Anders komt het wel heel random over. Nou, ik heb mijn armbandjes om. Nou, en morgen is echt heel erg leuk, want dan ga ik dus met Sander. Hij was vorige week jarig, hij is 21 geworden. En ik heb zijn cadeau dus morgen. En het enige wat ik heb gezegd is, je moet om 4 uur klaarstaan met je koffer. En ik ga hem namelijk meenemen naar Van de Valksfeed. En dan heb ik nog allemaal cadeautjes, echt super leuk. Ik heb zo'n doos, een box, surprise box. Met zo'n grote kaart van Greet. En daarop staan een soort van gedichtje, heb ik zelf bedacht. En daarop staan opdrachten wat ik moet doen. En dan bijvoorbeeld loop naar de, en dan rijmend hè. Loop naar hetgeen waar ik kan afspoelen. En dan staat daar een cadeautje, dat is dus onder de douche. Nou, dat is dan het eerste cadeautje wat ik openmaak. En zo een hele tour eigenlijk door de kamer en zo. En in die surprise box ook nog. Dus allemaal mini cadeautjes en zo. Een lekker biertje, wijntje en dat soort dingen. Dus ik denk dat we dan rond 5 uur aankomen bij het hotel. Dan gaan we inchecken en dan gaan we daar gewoon lekker chillen. En dan gaan we s'avonds denk ik uit eten. Maar dat moeten we nog maar even zien waar en hoe en zo. Maar dat is dus morgen en hij weet nog van niks. Oh ja, dat wil ik nog doen. Ik weet niet of ik dat nog heb. Oh ja, ik kan dit wel gebruiken. Ha, top. Hij moet namelijk van mij een blinddoek op. Maar is dit... Dit is allemaal voor je haar. Kan dit... Oh, dat kan prima. Top, dan neem ik die mee. Dus ik ga daar nu voor even mijn tas pakken. Want ik heb daar vandaag bijna geen tijd meer voor. En dan gaan we dat doen morgen. En daar heb ik heel veel zin in. Dus morgenmiddag is even kut met werk en zo. Maar daarna is het wel leuk. Kijk, dit is de tas. Ik heb deze trouwens echt super leuk uit Kreta meegenomen. Dus met van het goud. Echt super leuk. En hij is heel erg groot. Maar ik heb dit even erop gedaan. Anders ga ik dat vergeten. Ja, eigenlijk wou ik dus wijn. Maar we hadden geen mini wijn meer. Dus ik heb maar even 2 jules gepakt. Nou, prima. Maar goed, het gaat om het idee. En dan zitten hier dus de cadeautjes in. He's crazy, man. Hij zegt ik heb heet. Geurtje die ik op ga doen is deze van Dulce Cabana, The Only One. Zo, dit is de outfit. Ik draag dit superleuke cardigan vestje van Chiquelle. En deze broek is van Naked. Het is echt zo'n loose fit spijkerbroek. Zit echt mega fijn. En gewoon mijn Nike schoenen. Ik heb mijn haar dus even snel gekruld. En ik wil dat het nog meer uitzakt. Want ik vind het wel mooi als het een beetje wave is. En niet per se een harde krul. Dus dat zakt zo nog wel goed uit. En dan ga ik nu naar Jill toe. Dus ik zie jullie morgen denk ik weer. Ja, ik kan nog wel even een update doen. Kijk, van mijn wenkbrauwen. Ze zijn nu echt mega donker en nog best wel rood. En dat komt dus door, nou ja, dat het gewoon een soort ingekrast wordt. Dus dan wordt het ook best wel rood, die ondergrond. Goed, over een maand is het dus eigenlijk een beetje het eindresultaat. Dus nu is het nog zo. En dat donkere gaat nog wel weg. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe het gaat worden. Maar goed, ik heb het dus nu ook niet hoeven doen qua tekenen. Dus ik was echt mega snel klaar met mijn make-up. Dus dat is heel erg fijn. Je tas! Ik werk trouwens en ik ben nu bij Sander. En ik ga hem nu ophalen. Ik ben er. Ik heb hier de blinddoek. Ik mag die zo van mij omdoen. En hopelijk wilt hij die ook omdoen. En dan gaan we gelijk door. Dan. Oh. Nou. Zaterdag en ik heb het echt mega leuk gehad. Ik ben net thuis. Ik heb trouwens niet veel gefilmd, eigenlijk volgens mij niks. Maar Sander hoeft ook niet op beeld en zo, dus dan ga ik niet voor zijn cadeau de hele tijd die camera op zijn smoel richten. Maar het was echt super gezellig. Het was een vet mooie kamer en echt super leuk, want Van der Valk had dus ook een kaartje en rozenblaadje en zo geschreven en neergelegd, terwijl we daar niet hadden omgevraagd, zeg maar. Of tenminste ik niet. Dus dat vond ik echt heel erg leuk. Ik had wel bij opmerking gezet, zeg maar, dat hij dus jarig was voor een dat we iets laat konden komen, want ik kwam uit werk, bla bla. Nou, en toen hebben ze dat gedaan, dus dat vond ik echt heel erg leuk. Het was bij Van de Valk Apeldoorn. Dus dat, ik heb het heel erg warm. Dat komt omdat ik net thuis ben en ik ben gelijk het... Oeh, ik wou bijna zeggen. Wat dus in mijn volgende week vlog komt gaan doen. Sorry dat ik het niet kan zeggen. Dus daar ben ik net mee bezig geweest. Dus ik ga zo even een ander topje aan doen, want ik zweet me kapot. En ik ga zo over een uur Marit ophalen, want we gaan even Nijfra opkijken bij Lily. Want er zijn allemaal nieuwe collecties en leuke lofies items. Dus ik wil even kijken. Ik wil eigenlijk niet te veel kopen. Want dat is gewoon niet per se de bedoeling. Wat ik even moet doen, is dat er eigenlijk drie pakketjes zijn binnengekomen. Maar dit is voor een samenwerking. Daar zit een coupon in. Dus die hoeft niet. Ik heb hier van MC Bijou. Ik dacht, dit ga ik even aan jullie laten zien. Oh shit. Allemaal confetti. Oh, wel heel schattig. Lieve Floor, leuk dat je met ons wilt samenwerken. Heel veel plezier van de sieraden. Ik heb ook een kortingscode voor jullie. Ik laat zo even de sieraden zien. Maar echt heel leuk sieradenmerkje. Met Floor 20 krijgen jullie 20% korting op je bestelling. Ik zal even de linkjes in de beschrijving zetten. Maar goed, met Floor 20 heb je dus 20% korting. Ik ga even kijken wat de sieraden zijn. Het kwaliteitje voelt echt super goed. Hij is echt zwaar. Dit zijn gouden sieraden wat ik heb uitgekozen. En dit is de ketting. Echt heel erg mooi. Oeh, die lijkt op wat ik nu om heb. Ook heel leuk. Oh, die ga ik op mijn andere arm doen. Dit is een armbandje. En dit is dus precies wat ik helemaal leuk vind. En toevallig heb ik dus deze van Musthavesdistrict. Nou, en nu deze dus van MC Bijou. Of MC, geen idee. Heel erg mooi. Die vind ik echt prachtig. Zo, die zijn zwaar. Nice. Het is ook stenen stiel, dus het verkleurt niet. Dit zijn de oorbellen. Hoe mooi is dit? Dus, dankjewel. En check even de beschrijving, dan zet ik daar de linkjes in. En dan nu nog even snel Concrete Fashion. Nog eentje. En verlopje. Oh ja, dit is een... die vond ik ook heel erg mooi. Gewoon zo'n grote chain als ketting. Dus daar ben ik ook blij mee. Dat past allemaal heel erg leuk bij de armbandjes. Oh ja, en dit is het vestje die ik heel graag wou. Ik dacht, dit is altijd wel zo'n basic item wat altijd handig is. Dit is gewoon een zwart vestje. Wel grappig, want ik had helemaal niet gezien dat dit zo uitgesneden is. Ik weet niet of je dat heel mooi vindt, maar het is de achterkant. Oh nee, de voorkant heeft dat ook. Nou, en die knopen zijn goud. Dus ja, en hij voelt echt mega dik en zwaar aan. Dus dat is wel heel erg chill. Dus dit vestje van Concrete Fashion. Nou, ik ga nu een ander topje aandoen. En dan ga ik even Nijfra op. En dan ga ik dus naar Lily kijken voor nog meer wat leuke kleding en items. Als ik nog wat haal, zal ik dat als ik terug ben even laten zien. En dan denk ik dat ik ook daarna de vlog ga afsluiten. Want morgen, wat ik morgen ga doen, komt dus in de weekvlog voor volgende week. En ja, vanavond, of eigenlijk verder ga ik straks weer vanavond naar de vriendengroep, zeg maar. Dus... dan film ik ook niet. Dus ja, ik ga nu naar Nijfra zo. Ga ik naar Lily. Ga ik daarna laten zien als ik iets heb gekocht. Vlogkamer vergeten. We hebben sushi. Lekker. Lekker. En ik heb nog bij de Action dit gehad. En Marit die allemaal herfstdingen. Dus we gaan nu naar Marit. Gaan we sushi eten. Yum. Ik heb met garnaal en met kip. En Mar heeft zalm en tonijn. Tonijn. Lekker. Nou, ik ben... thuis. En ik heb nog wat bij Lily gehad. Ik heb eerst nog bij de Action wat make-up doekjes gehaald. En bij Lily heb ik deze trui van Colorful Rebel gehaald. Super mooi met een kool. Beetje een cropped witte. En dan is die hier heel mooi gebreid. Dus die en deze. En deze wou ik al heel erg lang. Maar die is overal ook uitverkocht. Deze is van myjewelry. En die was €20. Die oorbellen. Dus dat. Ik ga nu de vlog afsluiten. Want morgen komt in de volgende week vlog. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze week vlog. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Doei!